Voor de moord op een Bulgaarse prostituee in de stad is gisteravond een 44-jarige Groninger aangehouden. De Bulgaarse vrouw werd dinsdagnacht in haar peeskamer aan de Vishoek om het leven gebracht met messteken. Collega's van de vrouw hebben haar gevonden. Kort na de moord hebben getuigen een man, vermoedelijk een klant van de prostituee, zien weglopen. De politie had een goed signalement van de man. Op grond daarvan is een compositietekening verspreid die veel tips opleverde. De compositietekening heeft een nadrukkelijke rol gespeeld. Nou, daaromheen hebben we gerechercheerd. De naam van de verdachte is ook genoemd. Nou, op grond van dat hele onderzoek hebben wij uiteindelijk deze verdachte kunnen aanhouden. De politie wil verder nog niets kwijt over de verdachte. Zijn woning is onderzocht. In de buurt van de peeskamer werden kort na de moord twee messen gevonden. De politie gaat ervan uit dat die door de dader zijn weggegooid. Met de aanhouding van de Groninger lijkt de moordzaak opgelost. Maar de politie houdt nog een slag om de arm. Dat betekent dat we een eerste zet hebben gedaan, een eerste stap gedaan in dit onderzoek. Daar zijn we zeer tevreden mee. Maar het opsporingsonderzoek begint nu pas. De verdachte wordt gehoord, we moeten eromheen gaan rechercheren. Dat heeft gewoon tijd nodig, maar we zijn zeer tevreden met deze eerste stap.